als het gaat om dat kenniscluster. Je kunt in veel steden in Nederland zien dat hogescholen die pal op het station liggen het gewoon enorm goed doen. Den Bosch is daar een voorbeeld van. Maar ook het Laakhavengebied met de hogeschool in Den Haag. Toen ik wethouder was, nog ontwikkeld. Dus voor die scholen is het prima. Financieel gesproken is het dus voor die scholen ook gewoon echt een kanskaart en niet een investeringsprobleem. Datzelfde geldt voor de gemeente die een aantal huurpanden heeft en een stuk van zijn kantoorvestiging kan concentreren in hetzelfde gebied. Dus daar maak ik me absoluut geen zorgen over. Als de universiteit met zijn TIAS Nimbus onderzoekschool daar gaat zitten met ook een meetingcenter daarbij, dan krijgt dat gebied nog meer zwaarte. De bibliotheek kan er komen, ook weer in synergie met de hogeschool. Er zullen studentenwoningen komen. En dan heb ik het dus allemaal over programma's die redelijk los van actuele marktomstandigheden kunnen worden ontwikkeld. En voor de initiatiefnemers ook een rendabele investering zijn. Dus dat is een mooie startmotor voor een gebiedsontwikkeling die voor Tilburg echt van betekenis is. De essentie is dat we het gebied neerzetten met dat kenniscluster. Dat we ook de aardigheid van die oude industriële monumenten goed over het voetlicht brengen. Ook in cultureel opzicht. Placemaking heet dat, branding van het gebied. En met die stevige startmotor die het gebied meekrijgt, komt het gebied best verder als hun marktomstandigheden ook weer iets beter worden.